Goedemiddag en welkom bij deze instructievideo van Mercedes-Benz. Vandaag ben ik gestationeerd in een C-klasse in combinatie met een command systeem en gaan wij het hebben over de touch control en de sneltoetsen. De manier om het scherm te bedienen is de touch control aan de rechterkant van het stuur, de touchpad in het midden en eventueel de draaiknop met de bijbehorende knoppen. Hier heeft u eventueel een terugknop en een huisknop. Dus met de terugknop gaat u één setting terug en met de huisknop komt u weer in het hoofdmenu terecht. De touchpad is hier ook mee uitgevoerd en eventueel de touchcontrol op het stuur is hier ook mee uitgevoerd. Door middel van de draaiknop kunt u in het menu navigeren naar links en naar rechts, maar u kunt hem ook als joystick gebruiken naar boven, naar onder en naar links en naar rechts te zetten. De touchpad is eventueel aan en uit te zetten. Ik zal u gelijk laten zien waar dat gebeurt. Systeem, invoer, touchpad. Drukken wij hem aan en dan kunnen wij via hier de touchpad door middel van er overheen te tikken. Net zoals uw smartphone kunnen wij deze gebruiken. De sneltoetsen naast de touchpads. U heeft hier in ieder geval uw dynamic knop. Daarmee schakelt u uw rijprogramma in. Kunt u gewoon onder het rijden kunt u deze gebruiken. Uw parkeersensoren kunt u uitzetten. U kunt uw parkeerassistent kunt u activeren. Uw start-stop systeem kunt u hier uitzetten. Uw volumeregeling. En u kunt het display ook uitzetten. U heeft hier in de middenconsole nog meer sneltoetsen zitten. Navigatie, radio, media. Hier staat of de passagiersairbag in of uitgeschakeld staat, uw telefoon, een sneltoets naar de voertuiginstellingen en een sneltoets voor uw waarschuwingslichten.